kinderen die hier de boom hebben geplant. Nou, die hebben hun eigen handje hier op bij de boom opgeplakt. En dan kunnen ze iedere keer terugkomen om te kijken van nou, hoe gaat het met de boom? Hoe groeit het? Hoe bloeit het? De gedachte erachter is eigenlijk dat mensen hier een boom kunnen planten naar aanleiding van een gebeurtenis in hun leven. En dat kan eigenlijk allerlei verschillende zaken zijn. Een huwelijk, een geboorte, een overlijden. Maakt niet uit wat voor de mensen van belang is. Je ziet een ontkerkelijking. Mensen worden vaak gecremeerd. En vroeger had je dat de kerk eigenlijk een vaste plek was waar men naartoe ging. En dat is eigenlijk niet meer. Maar mensen zoeken dan wat anders. En dan is het, vroeger was het graf. En nu is het een boom. En de boom brengt dan ook alweer wat vreugde. De groei, de bloei. En dat is, het blijft hier gewoon staan. Ja! Yeah. Nee, het is geen initiatief van de gemeente, het is puur van de bewoners. Het is echt uit de gedachte van de bewoners is het geboren en opgezet en ook ten uitvoer gebracht. Lachen! Yeah. We hadden de eerste grote boomplantdag, hadden we toch iets van 85 adoptanten. En toen moesten we gewoon stoppen omdat we de bomen moesten gaan bestellen. Ja, ja. Oh, wat vind je ervan? Zal ik even een handje helpen? De verbinding zat hem eigenlijk ook in dat mensen elkaar gingen helpen. Je zag dat er wat oudere echtparen hier bezig waren. De graten waren vrij groot waar de bomen in geplant moesten worden. Nou ja, en als je dan wat minder mobiel bent en je hebt daar een groep mensen naast je die een boom en planten zijn met heel veel jonge lui, dan zag je op een gegeven moment van dat ze elkaar gingen helpen en dat de mensen met elkaar in gesprek kwamen. Want iedereen probeerde natuurlijk ook wel te vertellen van nou, waar ze de boom voor geplant hadden. En dat is natuurlijk heel mooi gegeven, want dat zijn de verbindingen die we met elkaar zoeken. We planten hier bomen en de bomen die geveld worden, daar willen we nog graag op gaan zitten. Omdat het op die manier ook meer betekenis voor een buurt krijgt, als dat van bovenaf allemaal wordt opgelegd, ja, dan krijgen mensen daar veel minder en veel moeilijker een binding mee. Vind ik het een prachtig initiatief vanuit de bewoners waar ik graag aan heb meegedaan door een boom te adopteren. En omdat ik rond die tijd twee hele jonge kleindochters had. Hier vroeger zijn het hier voetbalvelden geweest en hier bovenaan de trappen, hier had je de gebouwen waar men samen kwamen. En toen wij dit gingen omvormen tot Levensloopbos, ja, daar kon natuurlijk niet de voetbalclub bij missen. En die hebben hier ook een prachtige boom geplant. En het leuke hiervan is, ze hebben hier ook de onthulling gedaan van de borden. En wat heel leuk is, dat de borden die altijd binnen de kantine hebben gestaan, van de Caspora, van de VCT, die hebben ze altijd bewaard en bij een boom geplaatst. En hier kwam men samen een pintje drinken na de wedstrijd. Mooie samenkomst. En wie weet komen de oud voetballeden hier nog eens een keertje samen om hier nog een keer een pintje te drinken en sterke verhalen te vertellen van hoe ze gewonnen hebben. Het is weer op zijn plek. Je hoort het.